Het Christoforus Internaat heeft vandaag haar 50-jarig bestaan gevierd. Het internaat is op 10 juli 1968 opgericht. Dit heugelijk feit is herdacht met een dankdienst, receptie en optredens van de jongeren die in het internaat wonen. Directeur Lucius Romalo, die zelf een pupil van het internaat is, blikt tevreden terug. Als ik terugblik, dan zie ik de vele jonge mensen die hier komen om te verblijven. Ze komen vanuit het binnenland. Sipaliwini, Brokopondo, Marowijn, Para, etc. En die komen hier verblijven en ze komen hier vervolgonderwijs genieten. En het is een taaie klus om al deze jonge mensen te begeleiden, want ze moeten zich aanpassen. En dat is eigenlijk de opgave. Maar als ze eenmaal dat hebben gedaan, ze hebben onderwijs genoten, dan keren ze terug. De bedoeling is dat ze terugkeren om onderwijs, ontwikkeling te bewerkstelligen in hun eigen gemeenschap, in hun dorpen. Want dat is eigenlijk de doelstelling van het internaat. En de afgelopen 50 jaren gemiddeld zwaaien af, zeg 20, 25 per jaar. Dan mag je vermenigvuldigen, 25 x 50 of omgekeerd. En dan komen we op een aardig aantal van boven 1000. Dus je kan zeggen, honderden mensen zijn via deze instelling gegaan. En we zijn dankbaar dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de vorming van jonge mensen. En ook op die manier een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de dorpen. Want je weet, zonder ontwikkelde mensen kan je geen ontwikkeling bewerkstelligen. Never. Christoforus is een studieinternaat dat zich richt op Maron en inheemse jongeren uit het binnenland die in Paramaribo onderwijs volgen. Een van de oud-pupillen is de bekende radiomaker Peter Waterberg. Hij zegt dankbaar te zijn voor de vorming in het internaat. Ook deelt hij enkele herinneringen met de aanwezigen. Voor mij begon de relatie met Christoforus Internaat in 1996. Ik weet nog, mijn ouders die waren na de Binnenlandse Oorlog van 86 zijn we dus naar Paramaribo gekomen. In 96 besloten mijn ouders terug te gaan. Maar wat ik als aan gewoon flexie mee bij controle van toch boy, ik wilde niet terug naar het district. Weet je, heb ik toen maar gekozen voor het Christoforus Internaat. Eerlijk gezegd, mijn vader kende ook een paar mensen. En zo begonnen mijn 5 jaren hier. Ik moet wel eerlijk zeggen dat zonder het Christoforus Internaat die vorming van Peter Waterberg geen feit zou zijn. Dus daar ben ik ook dankbaar voor. En dat is de reden ook dat ik helemaal geen nee kon zeggen. Nadat ik gevraagd werd om vandaag ook een bijdrage te leveren tijdens dit 50-jarig feest. Ik weet nog dat in 1997 er hier een kerstviering was. Toen heb ik ontdekt dat ik wel een beetje wat van acteren kan en podiumkunst en presenteren. En daar is het allemaal begonnen. En nu ben ik professional als het gaat om de presentaties en podium aangelegenheden. Dus als het op mijn dagelijkse bezigheden komt, moet ik zeggen dat ik Christo nooit meer zal vergeten. Schwitting, kijk hiervoor, naast bij de paterswoning, daar was er een manjebo. Maar pater zat ook bij kwai. Dat ze de man bedoelde, maar aan een prikkeldraad in abo. Maar we waren zo goed dat we kort den prikkeldraad. En die man vroeg zich altijd af hoe het kwam dat die manjas op waren. Maar zo goed waren we. Dus ik mis al mijn jongens. Ik hoop echt dat ze allemaal komen hier. Jongens, je de man. Peter Waterberg, een van de oud-pupillen van het Christoforus Internaat. Het internaat bestond op 10 juli 50 jaar en heeft dit heugelijk feit vandaag gevierd.